Ja, daar is hij dan, Tony Pino, achter de camera, het bankje. Kijk eens, zo ziet het eruit. Wow, het is ook nog een hele grote tafel, zie je dat? Zo. En nou komt het. We gaan hier over het fietspad heen. Dit hele nieuwe stuk ontdekken, want we gaan zo dadelijk rechts. Kijk, daar is het bankje, daar is het fietspad. En we zijn nu bij Doornik in de buurt van Lent. Ik heb gisteren gezegd dat ik het bos ging verkennen de volgende dag. Het is de volgende dag en ik ga het verkennen. Wauw, kijk eens, dit is echt gaaf. We hebben weer een nieuw stuk ontdekt, jong. Kijk. Daar staat het. Hebbert. Kijk, dit pad moeten we ook nog aflopen. En dit pad gaan we aflopen. Maar eerst gaan we lezen wat erop staat. Het voedselbos. Het. Misschien mis je wat te eten te halen. Geen idee. Ik zou bijna zeggen, is het voor zwervers gecreëerd, maar goed. Kijk, je kan hier eigenlijk alle kanten op. Je kan het heel lang pad kun je aflopen. En dan kun je die kant heen. Maar je kan ook deze kant heen, hè. Kijk. En dit is mooi aangelegd. Dus dat is voor mij niet zo interessant. Dan gaan we dit verkennen. Want we willen heel graag weten waar we uitkomen. En zo te zien, daar heb je een boom. Zie je dat? Daar moeten we naartoe lopen. Ik ben heel benieuwd wat we aan het eind van dit pad tegenkomen. Daar. We hebben iets gezien op Google Earth. Iets ronds en iets vaags. Maar het is bijna niet te herkennen. Het lijkt op een soort van gebouw. Maar we weten het niet helemaal zeker. Dus daarom gaan we toch maar even polshoogte nemen. Kijk, daar is de boom. En zo te zien krijg je daar al een open vlakte. Zie je dat? In dat gedeelte.
We zijn heel benieuwd wat we tegenkomen. Wow, wat is dat? Kijk, dat lijkt op een soort van huis, zie je dat? Wow, jongens, wat is dat? Oké, vet. Ja, brandneters. Wow. Oké dan, hoe komen we er? Even kijken, molshoop, kijk dan. Ah, hier is het. Kijk. Een verlaten gebouw. Er komt een hond aan, zie je dat?